vissen met natuurlijke materialen. Er zijn verschillende kunstaasjes voor te binden, bouwen, hoe je het ook noemt. En ze zijn allemaal een beetje afgeleid van de streamer die je vist met de vliegenlijn. Nou, ik ben even met de vliegenstok bezig. Ik heb er een leuke snoek op voor in de polder. Ik zal hem even landen. En dan vertel ik er nog even wat meer over. Even mijn voet terug. Even kijken. Oh, heb je die mooie boven. Aha. Zo. Even overpakken. Kijk. Dat zijn mooie jongens. Voor op de vliegenstok. Vangen met een streamer van natuurlijke materialen. En daar gaat dit artikel over. Nou, ik zet hem snel weer even terug. En dan laat ik het even zien. Ja, mooi weg. Perfect. Nou, dit is zo'n streamer. Die bouw ik van raccoon. Die bind ik, hè, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die bind ik van raccoon, bucktail, een konijnenbontstaartje. Ja, en dat is eigenlijk alles. Het enige wat ik nog doe, is een klein balletje ervoor op. Dat hij mooi iets naar beneden duikelt. Je ziet hier ook nog een plaatje voor, om wat meer waterdruk te krijgen. Maar ja, goed. Ik bouw ze ook altijd, maar dat is mijn persoonlijke keuze. Zeg maar als een tubefly, zodat hij los van de haak kan komen en dan niet vermalen wordt in die snoekenbek. Maar goed, hier zijn natuurlijk, ja, met dit natuurlijk materiaal kan je diverse kunstaasjes binden of bouwen. Ik zal eens even kijken. Zien. Kijk, hier heb ik er een paar. Allemaal in het verlengde van, zeg maar, de gewone, tussen aanhalingstekens, streamer. Nou, heb je de chatterbait. Ook weer met veel natuurlijke materialen, zoals bucktail, glinstertje doorheen. Hou ik van. Nou, heb je hier nog de gewone streamer. De bucktail streamer, zoals we hem noemen. Kun je ook van alles mee doen. De busserbait. Prachtig in de oppervlakte te vissen. Maar je kan natuurlijk ook een verdiepingje lager. Ook weer met die natuurlijke materialen. Ja, en last but not least. De gewone, zeg maar, spinfly. Die kan je in verschillende variaties binden. Die zijn, kijk, ik heb hier veel meer materiaal achterop, zodat het water kan opnemen, waardoor hij dat gewicht krijgt en kan je hem dus met een lichte baitcaster kan je hem prachtig vissen. Ja, en er zijn zoveel variaties van. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld eentje, daar zit weer een rubber kopje op, dan krijgt hij ietsje meer gewicht, kun je prachtig werpen. Eendrecht, ruim voldoende, ze zijn licht, ze worden zo naar binnen geslokt. Maar goed, daar gaat dit artikel over. En ik hoop dat het interessant voor jullie is. Ik heb er, ik heb er heel veel schik in. Het moet je liggen. En als het je ligt, ja, dan heb je plezier. En met plezier vang je. Ja? Nou, lees de delen van dit artikel. En heb je er vragen over? Ik ben overal te bereiken. Dus ik ga nog eventjes verder. Dankjewel.